Er is een volledige herstructurering binnen het hoger onderwijs, waar de academisch gerichte opleidingen, behalve de kunstopleidingen, overgeheveld worden naar de universiteit. Dat betekent dus dat in de hogescholen de professionele opleidingen enerzijds en anderzijds de kunstopleidingen overblijven. Dit betekent dat wij hier in Antwerpen specifiek dus met twee redelijk kleine hogescholen met professionele bachelors en kunstopleidingen zouden overblijven. Daarom dachten wij dat het een goed idee was om de krachten te bundelen, Artesis en Plantijn samen te voegen. En dat maakt dat we tot een heel mooie grote hogeschool komen, een pluralistische hogeschool die een belangrijke speler kan zijn in het Antwerpse veld. Wij zullen onze opleidingen onderbrengen in vier departementen met professionele bacheloropleidingen enerzijds en anderzijds twee Schools of Arts. We zijn ervan uitgegaan dat een inhoudelijke schikking van onze opleidingen de beste zou zijn en zo hebben we de departementen dus ook samengesteld. We houden bij de kunsten de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, het Koninklijk Conservatorium. Bij de professionele bachelors hebben we geclusterd in management en communicatie, gezondheid en welzijn, onderwijs en training en wetenschap en techniek. En daarmee komen wij eigenlijk tot een aanbod waarin we binnen elk studiegebied ongelooflijke diversiteit aan de studenten kunnen aanbieden. Door Plantijn en Artesis samen te voegen, krijgen we binnen elk studiegebied een enorm aanbod van verschillende opleidingen. En uiteraard willen wij niet dat die opleidingen als hokjes worden gezien, maar willen wij elke student de mogelijkheid bieden om binnen het domein waarvoor hij of zij kiest, een zo veel mogelijk op zichzelf gericht aanbod samen te stellen. Dus dat betekent dat hij uitgaande van een studieprogramma binnen één opleiding ook zal kunnen plukken uit het aanbod van de andere opleidingen. Op de koop toe doen wij een enorm beroep op het werkveld. Wij zoeken de juiste partners om de student zoveel mogelijk werkveldervaring te geven vooraleer hij de hogeschool verlaat. Wij bestrijken heel de stad. Op het moment dat onze nieuwbouw zal klaar zijn, zullen er daar 4000 studenten worden ondergebracht. Daartegenover houden we dan helemaal in het zuiden het conservatorium, de campus De Singel. En tussenin hebben we in het centrum 4 prachtige campussen met de Meistraat, de Lange Nieuwstraat, de Kronenburgstraat en natuurlijk de Mutsaertstraat, waar de Koninklijke Academie gehuisvest is. Thank you.